Volgende week 21 november wordt een besluit van uw raad gevraagd over het voorstel van het college met betrekking tot de uitvoering van de taken in de openbare ruimte. U heeft beide stukken een integratievoorstel van Twente Milieu en het businessmodel voor interne verzelfstandiging ontvangen. Volgende week is besluitvormende raad en dan moet de raad een keus maken tussen interne verzelfstandiging of uitbesteding aan Twente Milieu. En deze was eigenlijk ter voorbereiding zodat mensen zich beter konden oriënteren op wat er nou eigenlijk allemaal ligt. En ik ben blij, want iedereen is er heel diep ingedoken en we hebben denk ik heel veel duidelijk kunnen maken vandaag. Toen de raad de opdracht heeft gegeven om intern te verzelfstandigen, waren daar ook een aantal opdrachten bij, waaronder ervoor zorgen dat de taakstellingen ook daadwerkelijk gehaald werden. En het team wat op zoek is gegaan naar interne verzelfstandiging en dan een verzelfstandiging die tegelijkertijd ook aan die taakstellingen kon voldoen, betekende dat ze moest proberen om zo efficiënt mogelijk een aantal onderdelen in elkaar te breien. En daar hoort dat ingenieursbureau bij, want daardoor kan zowel kwalitatief als kwantitatief de opbrengst geoptimaliseerd worden. Ik ben niet ontevreden. Kijk, het is politiek. Ik weet natuurlijk nooit waar het uiteindelijk op uitkomt. Maar gezien de reacties en gezien de vragen, ga ik vanavond in ieder geval met een goed gevoel naar huis. Ja, wij volgen natuurlijk ook wat het personeel ook aangeeft en wat het goed is. Maar we hebben altijd al gezegd van onderzoek nu ook die tweede variant. Onderzoek nu ook het variant van interne verzelfstandiging. En dat is wel hetgeen wat we aanhangen. Nou ja, allereerst verandert er in de restpositie niks. Dus dat hoeven we ook niet af te kopen. Dat hoeft de gemeente allemaal ook niet te betalen. En voor de mensen geeft dat rust. Want uiteindelijk zijn ze hier natuurlijk ook niet voor niks gekomen. Ze hebben gesolliciteerd bij de gemeente. Ze hebben daar ook de restpositie van de gemeente. En daar verandert dan ook niet wat aan. Ze zijn trots op het werk wat ze doen en ook de contacten die ze nu met de burgerij hebben. En als je straks naar wijkgericht, weer terug wil naar wijkgericht werken, want dat hebben we in het verleden ook al gehad. Jammer dat dat toen niet doorgezet is. Maar dan zijn zij de aangewezenen om dat te doen. Zij kennen de wijk, zij doen het met veel elan en met veel plezier. En ik denk, ja, waarom zo? Dat moet je koesteren. Nou, kort gezegd, hoe kijkt u naar volgende week uit, naar het besluit van de gemeenteraad? Ja, heel spannend. Ik heb net al gezegd, het is politiek en daar ga ik niet over. Maar ik heb er een goed vertrouwen in. Ja. Dank u wel. Ja, graag gedaan.